misschien is het dan nuttig dat we hier gaan kijken wat de ideologen zelf schrijven. Wat er staat in die boeken die nu het meeste gekocht worden. En die u waarschijnlijk nog niet kent, maar de mensen die zich aangetrokken voelen tot deze ideologie wel. En bijvoorbeeld Critical Race Theory, An Introduction. Dat is een van de basiswerken van Richard de Calder en Gene Stefancic. Zeer bekend in universitaire met een voorwoord van Angela Harris, die de vrouw was van Herbert Marcuse. Op pagina 1 zien we al onmiddellijk hoe laat het is. Ik heb het voor u vertaald. Letterlijk wat daar staat. Dus daar staat, in tegenstelling tot de traditionele burgerrechten die geleidelijke vooruitgang behogen, dus de burgerrechtenbeweging van de jaren 60, in een proces dat stapsgewijs verloopt, stelt critical race theory de grondslagen van de liberale orde zelf in vraag. Dus met andere woorden, dat systeem is moderatief van nemen. Met inbegrip van de gelijkheidstheorie, het rationalisme van de verlichting, dus we gaan terug naar een tijd van voor de verlichting. Verlichtingswaren, daar zijn ze ook niet mee akkoord. En de neutrale beginselen van het grondwettelijke recht. Dus eigenlijk in één zin gezegd, het westers liberaal systeem. Ze moeten daar niet van mee. Tweede auteur, de meest succesvolle, meest verkochte, die letterlijk wordt, als je wilt weten wat Robin DiAngelo zegt, dan moet je gewoon luisteren naar Anouna de Wever, dan heb je het ineens in vertaling. En haar meest verkochte boek is White Fragility. White Fragility, white in de hoogwit. White is altijd pejoratief. White is slecht. Maar white bedoelen zij blank, maar zij gebruiken bewust nooit het woord blank, omdat ze dat niet pejoratief genoeg vinden. Zij gebruiken wit. En die taal, ik heb dat gezegd, postmodernisme zijn hoofdgedeerd door taal. Als je het taalrecht wint, win je op de duur de strijd. Want door de taal te domineren, bepaalt hoe de mensen nog kunnen denken. Dus die taalstrijd is superbelangrijk. Nu, wat schrijft Robin DiAngelo? Zij zegt, totdat witte mensen begrijpen dat racisme in alles ingebed is, inclusief ons onderbewustzijn en onze socialisering, kunnen we niet verder gaan. Dus met andere woorden, dames en heren, jullie zijn allemaal racisten. Maar jullie kunnen dat niet aan doen. Dat is nu eenmaal hoe jullie grootgebracht zijn, dat is product van socialisering, dat zit zelfs in de bus, maar je moet de rest van je leven moeten doen. Je moet dat erkennen dat je een racist bent, je kunt dat niet aan doen, maar daarvoor zijn je niet minder schuldig. En je bent dus racist, niet omdat je iets verkeerd zegt, of omdat je discrimineert, nee, door je huidskleur. Voilà. Robin DiAngelo, 850.000 boeken verkocht van dit non-fictieboek, dat is gigantisch veel voor een non-fictie werk. Zeer invloedrijke vrouw. Maar dan zeg je natuurlijk, ja, hoe zit dat dan met die mensen van die met een andere kleur? Ja, want ik voel me hier stelkens aan racistisch onderdrukt in. Als ik op basis van mijn huidskleur gediscrimineerd word, is dat dan niet de definitie zelf van racisme? Dat is toch de definitie van racisme? Nee. Robin DiAngelo heeft een oplossing. Zij zegt het. Mensen van kleur, people of color, we mogen dus niet meer zeggen zwart of kleurling of zo, dat is al ook, alleen dat is de nieuwe woke-catalogue of de nieuwe vocabulaire, moet je dat people of color noemen, mensen van kleur. Die kunnen ook vooroordelen hebben en die kunnen ook discrimineren tegen witte mensen, white people, maar zij hebben niet de sociale en institutionele macht waardoor dat die vooroordelen en discriminatie racisme zou kunnen worden. Dus met andere woorden, wij, ook al hebt gegeven ons racisme in u, u bent blank, dus u bent racist, u bent roze, die blank, u bent wit, ja. En iemand die een kleur heeft, of iemand uit een onderdrukte categorie, die kan niet racistisch zijn, want die hebben geen macht. Voilà, het is oplost. Het is oplost. Dus wij moeten ook niet gaan klagen dat wij racistisch behandeld worden, want dat kan niet. Omdat, en daar begint deze ideologie te lijken op een godsdienst, eigenlijk meer op een secte, dit wordt niet in vraag gesteld. He. Als je deze stellingen in vraag stelt, dan ben je een racist, fascist, transfoob, blablabla, wat zijn stellingen. Dit is een geloofsbelijdenis. Hier wordt niet aan getwijfeld, dit is niet up for discussion. Hier wordt niet over gedebatteerd. Dit zijn grondbeginselen.
En daar wordt niks van afgedaan. De woke kunnen nog niet. Ik ben naar een symposium geweest in Antwerpen. En de organisatie had mij uitgenodigd, uiteraard als kritische mens voor de woke, net als een aantal andere mensen. Paul Guiteur en Diapa Boujaja. Maar men wou een zeer evenwichtig panel. En men had ook de grootste woke vertegenwoordigers in België en Nederland uitgenodigd. Het is er geen één gekomen. Geen één. Wij vragen aan jullie, Robin DiAngelo, meest verkochte woke auteur, wil geen debat. Doet geen debat. Zij komt een performance doen in de studio als ze weet dat er gelijkgezinden zijn. Maar een rechtstreeks debat met iemand als ik of een veel slimmere opponent van ook, gaat ze niet doen. Waarom? Je trekt in 10 seconden een broek af. De ideologie zit vol interne tegenstellingen. Ze kunnen dat niet. Dit is geen ideologie, dit is een geloof. Dit is eigenlijk een secte. En je kunt die, als je niet eens bent met een basisprincipe, de basis van een geloof is dat de witte onderdrukkers zijn. Als je dat niet gelooft, dan zijn we uitgepraat. Dan valt heel de taart al in elkaar.